Hallo allen! Nee, geen Joho mensen meer. In deze eerste De Mol België hints en theorieën video bespreken we alles wat we tot nu toe weten. Van eerste hints tot aan dat dit 10e seizoen van De Mol niet te kijken is voor Nederlanders via goplay.be en misschien wel in Nederland op tv gaat komen. Voordat we gaan beginnen met deze video, abonneer je zeker even op dit kanaal zodat je op de hoogte blijft. Van alle De Mol België hints en theorieën. En laten we dan maar snel gaan beginnen. Oh, wat zot dit toch. Goed, om te beginnen, De Mol gaat eiland hoppen over de Canarische eilanden heen, maar dat wist je natuurlijk al van de andere YouTubers die al video's hierover hebben gemaakt. De 10 kandidaten zijn ook bekendgemaakt bij Café De Mol, wat dus voor de Nederlanders niet te zien is. De kandidaten zijn Sven, Jens, Bert, Gretel, Emanuelle, Uma en Toon, Anke, Philippe en tot slot Nele. Deze mensen gaan op zoek naar de saboteur in hun midden, genaamd De Mol. Nou kunnen we urenlang gaan praten over de kandidaten, over de eerste hint. Maar dat lijkt mij niet heel slim en dat lijkt mij misschien slimmer om in een volgende video te bespreken na aflevering 1. Aangezien er nog geen enkele aflevering is geweest. Laten we het nu maar dus even gaan hebben over hoe het nou toch te kijken is voor de Nederlanders onder ons die deze video bijvoorbeeld nu aan het kijken zijn. Waarschijnlijk kreeg je net zoals ik ben ook een Nederlander zoals je hoort, zondagavond heel de tijd de melding dat de video niet beschikbaar is in het buitenland. Ook al heb je in je account een Belgische postcode ingevoerd. Heel raar was dat al, omdat je de andere seizoenen namelijk nog wel kunt kijken. Je kunt het vorige seizoen nog kijken met Lennart en dat vorige seizoen daarvoor ook met Alina. Dus ik zat net als de meesten ook in de stress die avond en ik dacht, hoe kan ik het nou kijken dit seizoen? Want dat wordt nogal een klein probleempje. Play4, de zender van De Mol België, waar het opkomt, die had op 2 maart een tweet gemaakt, online gevlogen, waarin stond dat wij ook gewoon via de site konden kijken naar dit 10e seizoen. Dat hebben ze gezegd. Maar Arno van de Facebookgroep Mollegroep, waar ik ook in zit, heeft even onderzoek gedaan en daar kwam het volgende bericht uit. Hoi Arno. De afleveringen van De Mol zullen dit seizoen jammer genoeg enkel vanuit België online bekeken kunnen worden. Omdat de rechten van dit seizoen verkocht zijn aan NPO Nederland, mogen wij de afleveringen zelf niet voor de Nederlanders beschikbaar stellen. Vrees ik. De afleveringen via GoPlay bekijken zal dus enkel lukken als je je in België bevindt. In Nederland zal je het seizoen dus wel op een later tijdstip kunnen bekijken via NPO. Wanneer ze juist starten met de uitzendingen beslist NPO natuurlijk zelf. Groetjes Sharon van GoPlay. Dat was het bericht die Arno kreeg en daarin horen we dus erg tegenstrijdige berichten. Want op 2 maart zeggen ze, nou wij kunnen het ook kijken als Nederlanders. En vervolgens zeggen ze dat het niet kan omdat NPO Nederland ineens de rechten heeft overgekocht. Ik heb meteen wat mensen hulp hierover gevraagd. Eén iemand hiervan heeft contact gehad met Afrotros. Die vervolgens contact heeft genomen met iemand van de NPO. En hier kwam vervolgens het volgende bericht uit. Hi, de naam ga ik niet zeggen wie het is. Ik heb inmiddels al iets meer info. Het klopt dat de NPO de rechten van De Mol België heeft aangekocht voor een streamingplatform NPO Start voor uitzending in Nederland. Op dit moment is men nog druk in overleg per wanneer de afleveringen op NPO Start te zien zijn. Ze streven ernaar dit zo dicht mogelijk op de Belgische uitzending beschikbaar te maken voor Nederland. Dus kortom, De Mol België is zonder trucjes niet te kijken voor Nederlanders via goplay.be. En waar we nu dus op moeten wachten, de Nederlanders onder ons, is op wanneer de afleveringen op NPO Start gaan komen. Het kan ook nog zijn dat het op NPO Plus komt, dat je 3 euro per maand moet betalen om de afleveringen te kunnen kijken. Het is dus echt heel ingewikkeld allemaal. En waarom heeft NPO Nederland dat nou opgekocht? Ik denk dat dat komt omdat ze dan niet willen dat de Nederlanders dan weer commercieel gaan kijken naar België en dat soort dingen. Er zit dus heel veel geld in het spel, laten we het daarop houden. Maar dan denk je, waarom heb je deze video nou gemaakt? Nou, ik wil je natuurlijk even uitleggen hoe je het alsnog wel kunt doen. Er is gelukkig een manier die we hebben gevonden om De Mol België gewoon op dezelfde tijd te kunnen kijken als vorige seizoenen. En dit is VPN.
Als je niet weet wat het is, wat VPN is, dat is een soort beveiligde app. Waardoor je eigenlijk in een of andere manier websites kunt laten weten dat je in een ander land woont. Goed, op beeld ergens zie je nu mijn telefoonscherm die ik heb opgenomen. En ik ga jullie even met een stappenplan uitleggen hoe je VPN installeert en hoe je dan vervolgens de MobBelgië kunt gaan kijken. Het eerste wat je doet op een iOS besturingssysteem, daar beginnen we mee, is naar de App Store gaan. Vervolgens zoek je in de zoekbalk VPN Nifi, VPN Ifi. Dan kom je uit bij deze apps en klik je op die app aan die nu aangeklikt wordt. Deze download je op je telefoon, computer, laptop of andere apparaten waarop je de mol wil gaan kijken. Daarna open je de app en kom je uit op een pagina waar je een server kunt kiezen. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als je op het telefoonscherm hier ziet, dan snap je het misschien wel. Oftewel select server. Hier klik je op. Dan zoek je de regio /land België-Brussel op. Dan klik je daar vervolgens ook weer op. Dan gaat de app je toestemming vragen via je instellingen om op de VPN te verbinden. Dus hierop moet je je verifiëren met je toegangscode of Face ID. En tot slot ben je dan verbonden met de VPN en ga je naar goplay.be. Hier maak je, als je nog geen account hebt, een account aan. Eventueel met een Belgische postcode, zodat het helemaal klopt. En dan kun je ook als Nederlander gewoon kijken naar het 10e seizoen van de Mol België. En daarnaast, een extraatje, kun je ook gewoon kijken naar Café de Mol, wat vorige seizoenen ook niet kon voor Nederlanders. Op de Android besturingssystemen werkt het ongeveer hetzelfde, alleen dan met de app GoVPN. Dus volg de stappen van het besturingssysteem iOS die ik net heb genoemd. Alleen vervang dan VPN Ifi voor GoVPN en klik dan deze app aan die op het beeldscherm te zien is. Natuurlijk zijn er ook nog heel veel andere manieren om VPN te kunnen kijken. Je hebt ook, NordVPN. Dat is een hele veilige, maar daar moet je natuurlijk ook wel per maand voor betalen. Dus als je het geld ervoor over hebt, zou ik dat doen. En anders heb ik met die andere twee apps ook nog geen problemen gehad. Dus je hebt af en toe misschien een reclame in die apps, maar voor de rest, het werkt prima. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. Voor vragen laat je dus een reactie of een DM achter op Instagram. Abonneer zeker, zodat je op de hoogte blijft van alles. Nou, dan was dit alweer de video. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.